Ik dacht, misschien is het wel leuk om in de video eens te vertellen over wat ik aan het doen ben. Terwijl je me ziet dotten, lekker op mijn gemak. Het grappige is dat ik de laatste tijd probeer niet al te netjes meer te werken. Voor degenen die het waarschijnlijk wel gelezen hebben of nog gaan lezen in mijn blog, het mag allemaal wel wat minder braaf. Nou, daar hoort dit dus ook bij. Ja, hoe voelt nou dotten minder braaf, zeg maar? Dus niet zo netjes, gewoon lekker doordotten. Het grappige is dat de eerste beste reactie die ik op dit schilderij kreeg, was: oh, wat zijn al je dots toch allemaal gelijk? Dus dat minder braaf gaat nog heel langzaam. Ik ben wel heel blij dat ik weer lekker aan het schilderen ben. Het is echt al een tijd geleden. Ja, echt voor een ieder die ook schildert of tekent of dit fijn vindt om te doen. Het is gewoon heel meditatief. Het is heel fijn. Ik word heel blij van al die kleuren. Dit schilderij, zoals je ziet, een beetje aan de zijkant zie je het wel. Het lijkt wel bijna of er een hele dikke laag zwarte verf ligt. Ja, dat was dus ooit iets heel anders. Dit hele schilderij heb ik ooit gegoten. Echt verf over je schilderij laten lopen. Dat geeft soms een heel mooi effect. Meestal kost het je gewoon heel veel verf. In dit geval was er één klein stukje wat ik echt mooi vond. Nou, die heb ik gelaten. En de rest heb ik dus allemaal overheen geschilderd. Dus daarom zie je zo'n enorme dikke lijn lopen. Daar wordt dus allemaal overheen gedot. Aan het eind van dit videootje zie je dat kleine stukje wat ik zo mooi vind. Maar eerst maak ik natuurlijk dit lijntje nog even netjes af. Zoals je ziet, is het allemaal nog best heel netjes. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Dat ik de komende week weer op Riverheart ga verblijven. Dat is de plek, een retreat center hier in de buurt, waar ik ooit aan het begin van het jaar een hele yogavloer beschilderd heb. Ja, dat is zo'n fijne plek. En nu wordt het wat rustiger. Dus kan ik eens voor wat langere tijd wellicht daar in een cabin verblijven. Ja, dat is gewoon een hele fijne energie om in te werken. Want de laatste tijd was het gewoon heel erg druk. Je hebt heel weinig schilderwerk van mij gezien. Want ik ben eigenlijk heel druk geweest met het nieuwe wat ik kan doen. En het even sparren met ondernemers, dat is echt heeft een enorme vlucht genomen. Maar daarbij moet ik ook opletten dat ik ja, in balans blijf qua energie. En mijn schilderen helpt daar heel erg bij. Dus ik was heel blij dat ik dit weer lekker kon doen. Oh ja, en voor alle dotters onder ons. Ja, je kunt met een hele dikke kwast ook hele kleine dots maken. Kijk maar, het is gewoon minder druk zetten op je verf. En dan krijg je dit. En volgens mij komt er nu nog in vogelvlucht waar dit schilderij naartoe gaat. Ik heb hier niks over bedacht. Ik zet gewoon dots. Ik maak gewoon lijnen. En dat is dat mooie stukje. Iemand op LinkedIn zei: het lijkt wel een stukje van de universe. Nou, dat zou wel eens kunnen kloppen. Een fijne dag in ieder geval voor nu.